Ik wil het echt heel kort doen, want jullie met, ik weet dat jullie allemaal gek zijn aan politiek, anders zat je hier sowieso niet. En ik weet ook dat jullie diep doorvoelde sociaaldemocraten zijn. Dus jullie hebben de afgelopen week het allemaal gevolgd op de voet. Uh, de begroting die we hebben gepresenteerd is, en dat is vaak zo met begrotingen, uh, het goede evenwicht zoeken. Het goede evenwicht was dit jaar ruimte geven aan de economie, verder economisch herstel. Uh, de werkgelegenheid, waar Diederik ook in zijn Algemene Beschouwingen echt het topthema van heeft gemaakt. En ons nog eens extra onder druk heeft gezet. Dat moet beter en sneller. Uh, twee, uh, natuurlijk de begroting uh, verbeteren. En drie, steeds kijken naar in al deze moeilijke tijden, waarin nog zoveel maatregelen ook over mensen heen komen, zorgen dat die rekening op een eerlijke manier, op een draagbare manier wordt verdeeld uh, over de samenleving. Dat hebben we gedaan. En we hebben eigenlijk vanaf het voorjaar al. Ja, maatregelen genomen, aanpassingen in de begroting en in de plannen. Bijvoorbeeld 400 miljoen minder bezuinigingen op de zorg, meer geld voor de arbeidskorting. Ergens in de media is het beeld ontstaan dat de arbeidskorting alleen voor hogere middeninkomens omhoog gaat, maar gaat voor alle werkenden omhoog volgend jaar. We hebben gezorgd dat de koopkracht. Voor heel veel mensen zij het nog steeds een klein plusje, maar wel een plusje is voor het eerst na jaren waarin mensen gewoon moesten inleveren. En ja, we hebben ook gezorgd dat de begroting weer een klein stukje de goede kant op gaat. Dat is ook heel erg nodig, zeg ik erbij. Als minister van Financiën maar ook als sociaaldemocraat, we zitten nog in een hele onzekere periode. Het economisch herstel is nog kwetsbaar, het is nog zwak. We zijn sowieso afhankelijk van wereldhandel en internationale ontwikkelingen, maar die zijn niet allemaal gunstig op dit moment. En ik wil niet het risico lopen dat we volgend jaar, omdat we nog te dicht langs de budgettaire rand gaan, dat we volgend jaar zouden moeten bezuinigen. Dus het is een behoedzame begroting met een goed sociaal evenwicht en een sterk accent op uh, economie en groei. Uh, en we hebben weer uh, een paar grote nieuwe uh, zaken aangekondigd, zal u niet zijn ontgaan. We gaan, en ik ben daar zeer gemotiveerd voor, een uh, begin maken met de belastingherziening die nodig is. Dat heeft te maken met de complexiteit. Het belastingstelsel is echt zo ingewikkeld dat er mede daarom veel dingen fout gaan bij de Belastingdienst. Uh, maar we vinden ook dat de belastingdruk op arbeid echt omlaag moet. Als wij in onze economie gewoon weer meer mensen willen inschakelen, meer mensen aan het werk willen halen, uh, brengen, dan moet enerzijds de lasten voor werkgevers om mensen in dienst te nemen moet omlaag. En anderzijds, ik vind het belangrijk dat mensen meer in hun loonzakje overhouden om te kunnen besteden. En we halen er nu een hele grote hap uit. Een hele grote hap uit door de belastingdruk. Dus dat is uh, wat we op de rails hebben gezet. Dat gaan we het komende jaar verder uitwerken. Dat zal tot heel veel politieke discussie leiden. Dat zag je deze week ook al. Uh, sommige partijen hebben daar al voorstellen voor gedaan. Het CDA zegt de vlaktax. Uh, ik ben niet voor vlaktaxen. Als dat betekent dat vervolgens de onderkant hard onderuit gaat. En een vlaktax waarbij je dat voorkomt, is geen vlaktax meer. Uh, andere partijen hebben alleen maar gezegd dat het snel moet. Uh, zonder te zeggen hoe het moet en dat zal ook niet werken. Dus we gaan het uitwerken het komende jaar en we gaan zorgen dat ons belastingstelsel het economisch herstel gaat ondersteunen. En dat kan, er zit nog veel potentie. We hebben de lat hoog gelegd, uh, mensen moeten aan het werk en daarvoor kan het belastingstelsel helpen. Dat is volgens mij waar we staan met de begroting en uh, het, het plan van de, de belastingen.